Goedemorgen, deze gloednieuwe morgen. Het is vandaag 15 mei om 10:57 uur. Ja, zonnetje schijnt. Ik heb een lekkere blok gelopen met de hondjes. Mag ik niet liegen hoe groot, want ik heb een lekkere partij blok gelopen. Wel op een rustige tempo. 3,4 kilometer in 55 minuten en 7 seconden. Kijk. Ik ben lekker bezig. Ik zou zeggen, blijf kijken. En heel veel kijkplezier gewenst. Hoi. Hoi. Waar zijn we nu? In de lift. Oh. Ik wil het niet zien. Zo, die is mooi, toch? Ja, heel mooi. Jawel, hè? Ja, toch. Dat is Kees wat anders, of niet? Heel anders. Zo. Ja, ja. En wat gaan we ophalen? Iets leuks, toch? Ja, iets leuks ophalen, ja. Ja. Een portemonnee. Dat dacht ik al. Heel leuk. Zo, kijk. Zo. Dat is leuk. Ja. Je staat er weer goed op, hoor, Max. Ja, kom, 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 kom. Hi, kindje. Oeh, ja, hij is al helemaal kapot. En wat de baas ook al zei. Is dat zo, kind? Ga ze maar zitten dan. Ga ze maar zitten dan. Ga zitten. Oké, je dat zo mooi. Ken je dat zo mooi dan? Kun je zo mooi zitten dan? Oeh. Kun je vangen? Vangen? Nee, zit. Vangen? Nee, zit. Niet. Oh, nou zeg. Niet eens vangen voor mij. Niet eens vangen. En wat heb je allemaal in je koelkast? Even kijken. Kijken. Cake ook? Hoe die en die hoeft niet eens in de koelkast. Is lekker. Kauw cake. Waarom niet? Is niet lekker. Hij heeft genoeg in zijn koelkast. Ja. Yeah, genoeg. Eeuw. Een klein beetje. Eeuw. Is niet lekker, nee. Nee. Nou, ja. Kort, heel snel terug. Want we zouden dus eerst even naar de Chinees. Maar ja, die Chinees die was dus al om 9:30 dicht. Maar toen had die hier achter mij zoiets. Nou, Nassie. En Blik, heb je die nog? Nou, volgens mij wel. Nou, dan ga ik maar even eventjes in de schuur kijken, toch? Ja. Kijk, wat heb ik gevonden? Nasi! Correct. Dus dat gaan we lekker maken. Dus, nemen jullie weer gezellig mee in onze kookproces. Kijk, dat is leuk. Anders dan zou ik jullie meenemen naar de Chinees. Maar ja, de Chinees is dicht. Dus, nee, dat schiet niet op, nee. Nee. En die doe ik ook wel zo meteen even zelf. Weet je waar je deze kan halen? Deze potten? Bij de Jumbo. €2 per pot. Dus dan heb je een aardig lekker maaltijd. Ja. Dus wat doe ik? Pak die. Ja, want ik ga ook nog een eitje erbij doen. Maar, ik denk er ook weer van straks van zoveel eieren. Ja, zoveel eieren. Even mijn standaard kruiden erin.
Mag ik even die even schoon, alsjeblieft? Oh, maar is goed zo, is goed. Altijd mijn standaardkruiden. Altijd. Curry, paprika en peper. Maar wat ik ook in doe, dat is een beetje, hij is bijna leeg, ketchup. Ja. Kijk, je hoort hem al lekker sudderen. Mag ik voor jou even uit deze kastje even de antispot deksel? Onderin, en die grote zwarte. En die overal naartoe vliegen, maar behalve niet de roeiband. Nou, dan zijn we dus al hier even aan beland. Ja, doen we die even daar naartoe. Hier een bakje. Die heb ik niet nodig. De vork hebben. Ja, mannen denken weer zo lekker makkelijk. Ik niet. Zo. Dat is één. Dat is twee. Hola die heen. Ik ga het nou steeds weer op een andere manier maken. En dat vindt Rob weer spannend. Want hij vindt niet alles altijd alles lekker. Maar op mijn manier wie wil. Eten. Vindt hij lekker. Dus dan gaan we dat ook maar even lekker doen. En dat aan het doen. Ja joh, niet. En dan hebben we een vork en dan gaan we even vorken. Zou jij deze pan even schoon kunnen maken voor mij? Natuurlijk. En daar gaat gewoon weer onze standaard kruid in. Ja, paprika poeder, currypoeder. Zo. Dan gaan we weer even roeren. En wat ik dan weer doe, een beetje amanen ze doorheen. Ik vind het ook weer heel raar wat en wat ik er allemaal doorheen doe. Ik zie hem soms af en toe eens kijken van wat doe jij nou allemaal. Ja. En dan ga ik weer husselen. Dat komt ons weg. Rood. Ja, gewoon even omspoelen. Even omspoelen. Kom eens hier, kom hier, kom hier. Want je bent veel te... Rody houdt van even moeilijk doen. Hé, Ro? Ja, toch? Altijd. Maar waarom? Waarom doe jij... Waarom makkelijk doen als het ook moeilijk kan? Nee, maar waarom ga jij altijd moeilijk doen? Leg eens uit. Leg eens uit waarom het moeilijk moet. Ja.
Nou, er is altijd de makkelijke manier en er is een moeilijke manier. En de moeilijke manier, dat is soms wat ingewikkelder, maar uiteindelijk haal je daar meer resultaten uit. Wel nee. Jij vindt het verliet, ik vind het van wel. Ja, maar jij moet niet altijd moeilijk doen en altijd maar na het blijven denken. Nee, hij denkt te veel na. En ook cijfertjes, dan denkt hij weer te veel na. En dan wordt hij ook soms heel erg moe van en van zichzelf. Dus dat is handig als je slapeloos bent. Nou, even iets aan iets moeilijks denken. Nou, het is zo moeilijk, zo vermoeiend. Valt erbij in slaap. Kijk. Nou, jij en jij valt nooit in slaap, want je gaat altijd een minuut of twee, half drie pas slapen. Dus, en terwijl jij heel erg moe bent, op dit moment ook. Ja, dat kan ook. Dat kan ook. Goed, er is slaaptijd en er is denktijd. Ja, maar dat moet je eens een keertje zo los gaan laten, jij. Ik had nog een dingetje, maar ik weet even niet. Een dingetje. Ja, een dingetje, ja, dat klopt. Maar vertel eens aan de kijkers, wat heb je vandaag gedaan? Post geloven. Ja, kom. Wat heb je gedaan? Allemaal. Vandaag. Hond uit geweest, school. Met Judith. Judith heb ik even geholpen met de computer, had een probleem. Judith geholpen. En kijk hoor. Begon dus met hond uitladen. Toen Judith helpen. Toen door naar school. En hoe was het op school? Het was weer enerverend op school. Erg druk, zeker omdat het na de vakantie was. En even denken, toen ben ik met jou meegereden, heb jou helpen inladen met de post. Toen ik zelf ook post gaan rijden. En jij was net iets eerder klaar dan ik. Altijd. Ja, dus. En toen ben je nog eventjes naar de Jumbo geweest. Toen heb ik even de Jumbo bezocht. En het een en ander mee mogen nemen. Tegen postprijs. En toen naar huis. Toen hebben we een rondje met Max nog gelopen. Toen ben ik naar jou toe gegaan. Toen zijn we naar de Chinees gegaan. Nee, toen, je slaat nu een heel stuk over. Wat heb ik toen voor jou gedaan? Toen heb jij iets heel illegaals gedaan. Zonder mijn medeweten. Dus ik ga alleen kijken. Ja, maar je bent er wel weer blij mee. Ja, soort van. We zien het wel. En dan en nog een extra wijkje erbij. Extra wijk erbij. Geregeld. En bij de cent. Vrijdag. Misschien. Extra wijkje. Misschien. Yep. Toen naar Chinees, maar die was dicht. Dus zijn we nu aangehad in de keuken. En je bent iets van omeletten aan het maken volgens mij. Nee. Lijkt nu nog open op een omelet, maar dat wordt hem niet. Pannenkoeken. Nee, ook niet. Er zit te weinig deeg in van pannenkoeken. Volgen. Kun jij nou nog dat in de hand houden, maar af en toe daar even. Ja, is goed. Ja, dat doe je zelf, ik niet. Deze manier ben je ook nog nooit gewend, hè? Zo. Nee. Nee, dat dacht ik niet.
Even zo. Ja, toen was ik even lekker een roerraaien soort aan het maken, wat daar wat en wat dus zo meteen dus nasi erbij komt. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Ja, wat ik ook al eerder zei, mensen, Roderick is dit niet allemaal gewend. Dus je zit echt op mijn handen te kijken van oké, wat ben je in vredesnaam eigenlijk aan het doen? Ik kan dit niet. Ik ken dit niet. Waarom niet gewoon normaal? Nou, en dit is het eindresultaat. Ja. Ja, dus wij gaan weer zeggen, eet smakelijk!